Oké, mensen, hartelijk welkom op het politiek debat van de bedrijvenkring Oldebroek, een nieuwe happening. Ik hoorde net al van, maken jullie daar ook een traditie van? Nou, we kijken even hoe het vanavond gaat. Maar als dit goed bevalt, dan wie weet, gaan we het in het bestuur nog eens even proberen. Maar dan moeten de mensen uit de gemeente er wel beloven dat ze minimaal 4 jaar blijven zitten. Want anders moeten we misschien ook een jaar weer verkiezingen. Dan wil ik ja aan het debat. Nou, 1 keer de 4 jaar lijkt mij zeker haalbaar. De doelstelling van vanavond, het debat voeren met elkaar in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 19 maart 2014. En ik dacht vandaag, ja, ze zijn al begonnen, die gemeenteraadsverkiezingen. Want op de Radio 1 ging door Friesland en Zuid-Holland. Maar ik begreep dat zijn fusiegemeenten. Maar daar zijn de gemeenteraadsverkiezingen vandaag al gehouden. En bij ons gaat dat gebeuren op 19 maart. Dus in dat kader vindt het debat plaats. Namens het bestuur van de BKO wens ik u allen een erg levendig debat toe. Laat uw stem horen. Wij horen ook nog wel eens van bestuur van ja, kan het bestuur van de BKO dan niet wat meer met de politiek doen? Nou, vanavond bent u ook aan zet en kunt u al uw zaken naar voren brengen. U als ondernemers heeft voor heel veel zaken toch te maken met de overheid en heel vaak is dat de lokale overheid. En de politiek zit er voor het geheel van de samenleving, zeker ook voor de ondernemers. En in de jaren die aanstaande zijn, is het ook van groot belang dat u elkaar weet te vinden. Want de gemeente wordt geconfronteerd met talrijke nieuwe taken. Er zijn steeds meer zaken die ook op gemeenteniveau moeten worden opgelost. En daarbij heeft de gemeente partners nodig. En die partners kunnen ook zeker in het bedrijfsleven gevonden worden. Mijn naam is Arjan Dikhoff. Wat mij bijzonder treft in de politiek, ik ben opgegroeid in deze gemeente. In Oostwolde om precies te zijn. Woon ik heel lang in Oldebroek. Dus dat ik ben opgegroeid, ik ben naar verenigingen gegaan. Allerlei dingen beleefd in deze gemeente en het gaat me gewoon aan het hart. En ik wil me optimaal inzetten voor deze gemeente om er samen met ondernemers, ook met de inwoners, een succesvolle gemeente van te maken. Het lijkt mij goed dat we eerst maar eens over die stelling stemmen. Dan hebben we een beeld wat de ondernemers hier in de zaal daarvan denken. Ziet u daar wat in? Zou dat de werkelijkheid verbeteren? He, dat is hier natuurlijk in een tijd dat de economie er heel anders uitzag, een groot bedrijventrein aangelegd. En toen het klaar was, was de economie in een stop geraakt en nu ligt het er. En is er sprake van nog betrekkelijk weinig gebruik. U wordt dus op, er wordt geen 50 stemmen uitgebracht, 76, brengt u allemaal uw stem uit. Ik ga eruit dat iedereen nu gestemd heeft, zo moeilijk is het niet. Er zijn 41 stemmen uitgebracht en we maken de uitslag nu bekend. Nou, het loopt nog door, 44. Er wordt toch diep over nagedacht, dat lijkt me weer. Kijk, een ruime meerderheid denkt dat dat wel zou helpen. Als u het opeens bent, 1 eens of 2 oneens. En u heeft er al over nagedacht dat de stemming loopt. Is het alleen handicap of mensen die ook niet aan het werk willen? Nou, hier is volgens mij de stelling is gedacht aan mensen die wat minder goed de arbeidsmarkt hebben. Nee, met handicap, we hebben een half jaar geleden bij Koenlaag een avond gehad. Alle mensen die niet aan het werk kunnen, die in de kaartenbak staan, die bij de ondernemers neer te leggen. Dus ik kan die vraag niet goed begrijpen. Alleen handicap of de hele kaartenbak. En ik heb begrepen dat de vorige keer in de bedrijfsleven over de hele kaartenbak ging. Dan zeg ik, gemeente of de raad, begin eens even met jullie zelf. Ze willen allemaal platvezels hebben en al die handel. Laten we zeggen, een stuk of 10, 20 van die mensen die vandaag die in een rolstoel kunnen, die kunnen niet. Maar die vandaag wel werken kunt, maar die niet willen. Zelf in de geleugd zijn en er een mannetje van mijn gelden erbij die weet hoe het moet. En een van de gemeente erbij die het noteert, jij bent op tijd of je bent te laat. En dan kunnen we ze later zelf meenemen. Maar eerst de gemeente een voorzet. Dat willen we graag zien. Bij mij staat Henry van Beek, de nieuwe lijsttrekker van de Partij van de Arbeid. Henry, we hebben dus nu een debat gehad, een politiek debat voor het BKO, Bedrijfskring Oldebroek. Hoe is je dit bevallen? Ja, ontzettend goed. Ik denk dat hier nog een hele mooie taak weg ligt. Als ik dus zie wat er nog allemaal gedaan kan worden en moet worden.
Dan jukken de handen mee in feite. Want er is inderdaad nog heel veel te doen om de politiek en alle werkgevers bij elkaar te brengen. Ja. Nou ben je eigenlijk een nieuweling in het politieke land. Je komt vanuit de voetbalwereld. Heeft dat een vergelijking met elkaar? Ja, het heeft allemaal wel een vergelijking. Ik zeg altijd, een grote voetbalclub als WSC met 1300 leden. Dat is een klein rijk, een rijk in het klein. Daar heb je ook alle aspecten van het sociale vlak, werkgevers met sponsoren en dergelijke. Kom je allemaal tegen. Dus, en die kennis en ervaring die kan ik natuurlijk heel makkelijk weer inzetten. Ja. Nou is het programma van de Partij van de Arbeid nog niet bekend. De andere partijen hadden dat eigenlijk wel. Is het eigenlijk een klein beetje een manco van de Partij van de Arbeid dat het programma nog niet bekend is? Oh nee, je bent nog hartstikke vroeg. Maar de verkiezingen zijn toch al begonnen. Ja, maar ja, goed, omdat dit debat al, het is de eerste van Nederland. Dus we zijn heel vroeg bezig. Er komen er nog twee, hè? Ja, er komen er nog twee. Maar daar is nog wel ontijd voor. En met ons, die zal op korte termijn er ook achteraan komen. Dus dat zal niet zo lang meer op zich laten duren. Nee. Nou heb je bepaalde punten gehoord vanavond, bepaalde stellingen. Zijn er misschien nog plannen om dat daarvan mee te nemen in het programma? Want nu kun je van alles nog aanpassen wat een ander niet meer kan. Nou ja, je hoeft niet natuurlijk alles meteen mee te nemen in je programma. Het zal erom gaan, als je straks voldoende kiezers hebt en stemmen hebt, dat je dus mee kunt en mag praten. En hoe meer invloed als je hebt, des te meer als je van dit soort stellingen, wat vanavond ook geuit is, kun je dan weer in praktijk aanpakken. Dus het gaat gewoon om de stemmen die je uiteindelijk eraan overhoudt. En ja, nou, en als je dus voldoende stemmen hebt, dan kun je iets betekenen voor elkaar. Ja. Heb je voor jezelf ook een doel gesteld voor 2014? Ach nee jongen, ik ben helemaal blank in de politiek. Het eerste doel wat ik mij nu heb gesteld is ontzettend veel leren. Dus ik ben heel veel op pad met Jan Klein en met Koele en Henry Kolkman. De PvdA is natuurlijk een rijke partij aan heel veel ervaring op gebied van oud-wethouders en raadsleden. Die ook allemaal nog heel nauw bij de partij betrokken zijn. Dus, en die hebben allemaal, geven die mij weer de ondersteuning om zoveel mogelijk in korte termijn te gaan leren. En dat is natuurlijk het mooie van een Partij van de Arbeid. En daarom zeg ik ook altijd, en dat vind ik ook altijd de vreemde. De Partij van de Arbeid wordt wel eens vaak afgerekend op het landelijke. Als het Partij van de Arbeid landelijk het niet goed gaat, dan worden ze lokaal daar vaak over afgerekend. Nou, partijen als de ABO en dergelijke, die hebben dat niet. De Partij van de Arbeid wel. En dat is wel jammer, want ik denk dat als je dus in de gemeente Oldebroek kijkt, dan is de Partij van de Arbeid toch wel een van de partijen die op lokaal gebeuren heel dicht bij de mensen staat. En dat is ook hetgene wat er mee in trekte om daar juist bij de Partij van de Arbeid daarvoor te gaan. Ja. Maar goed, nou zeg je de Partij van de Arbeid staat heel dicht bij de mensen. Ken de partij? Ja. Algemeen Belang Oldebroek, die staat ook heel dicht bij de mensen. Ja, maar op een andere manier. Daarom zeg ik ook, ik zeg ook niet dat die niet dicht bij de mensen staat. Maar ik zeg gewoon, die wordt landelijk niet afgerekend. Omdat ze dus geen achterban hebben. En de Partij van de Arbeid, die heeft een gigantische achterban. Die zit al sinds de jaren, zo oud als de politiek is. Zitten hier al. Dus wij hebben ontzettend veel kennis in huis. We hebben ontzettend veel mensen die erachter staan. We hebben een groot ledental die erachter staat. Nou, en dat is denk ik een van de krachtpunten en de speerpunten die de Partij van de Arbeid in de toekomst ook moet gebruiken. En dus sinds Eugen is daar de Partij van de Arbeid al voor de burger en voor iedereen in feite. Ja. Goed, nou ik wil u bedanken voor het interview. Ik wens u heel veel sterkte en heel veel wijsheid voor de komende periode. Nou, en we spreken elkaar vast na de verkiezingen nog wel een keer in 2014. Ja, jij ook bedankt. Leuk dat je dat even wou doen in ieder geval. En ik ben zelf ook heel benieuwd welk pad dat ik opga nu. Het is een grote ontdekkingsreis, zeg maar. Dus ik vind het heel leuk.
Succes bij het ontdekken van alles. Ja, oké, dankjewel. Okay. Bij mij staat Jan Smit, voorzitter van de bedrijvenkring Oldebroek. Jan, dit is de eerste avond. Je hebt de primeur eigenlijk voor de gemeente Oldebroek. Een politiek debat. Wat heb je hiermee gewonnen? Nou, ik denk wel een aantal zaken. Het bestuur wil dat wij contact tussen het bedrijfsleven en politiek wilden wij bevorderen. Dat is ook wel een van de items die wij in onze plannen hebben staan. En tweede willen wij ook onze leden eens een podium bieden, dat ze rechtstreeks in contact niet alleen met het college, maar ook met de politieke partijen in contact konden treden, in discussie konden komen. Nou, dat is denk ik goed geluk vanavond. Ja. Heb je bepaalde statements gehoord die je zou zeggen van nou, die kunnen we mooi meenemen om nog eens een keer verder uit te diepen? Ik vond die aanbesteding wel opmerkelijk. Ik heb ook het idee dat de politieke partijen niet helemaal zelf scherp hadden waar nou die grens lag. Want volgens mij ligt het beleid bij €250.000. Dus we hadden hem ook bewust vanuit Beko gezegd, laten we dan naar de ton toe gaan, want dan zitten we daaronder. Dus ik denk... Is er nog speelruimte? Ja, dat een verzilverd punt ook is. Dat we die ook gewoon moeten gaan maken. Maar je kunt altijd wel zeggen, ja, we doen het met de omliggende gemeente. Maar als vervolgens de bedrijven de Oldebroek al gewoon niet uitgenodigd worden om op een aanbesteding mee te kunnen doen, dan vind ik dat een gemiste kans. Ja. Denk je dat het erg veel voorkomt in de gemeente Oldebroek dat lokale ondernemers niet mee uitgenodigd worden? Ik denk dat het heel veel voorkomt. De burgemeester was pas zo eerlijk om te zeggen dat hij de vrije cent pas was achtergekomen. Dat de bloemetjes die zij meebrachten naar jubilea van mensen, dat die zelfs van buiten Oldebroek kwamen. Dat doet pijn. Ja, dat is natuurlijk niet de bedoeling. Dus daar moet je zelf ook kritisch in zijn. En dan zou je van de gemeente zelf ook wat proactiever in mogen verwachten. Ja, maar nu heb ik ook gehoord dat er een beleidsambtenaar is die wel eens waar 1 uur krijgt voor de ondernemer. Is dat een punt wat je misschien aan kunt halen tijdens gesprekken met wethouders en burgemeester? Ja, dat is met name op toerisme en recreatie. Dat zit iets verder bij BKO vandaan. Ik snap de opmerking van Ton van Beek daar goed over. Dat betreft natuurlijk dat platform. Wij zijn als BKO ontzettend tevreden over Linda Kerkdijk als bedrijfscontactfunctionaris. En gelukkig heeft hij iets meer beschikbaar dan 1 uur in de 14 dagen. Dat is al een pluspunt, zeg maar. Maar goed, ook voor toerisme, daar is het natuurlijk ook een stukje ondernemerschap voor. En daar leeft ook de ondernemer van. Dus ook daarvan kunnen ze gebruik maken, toch? Ja, zeg, laten we nou nuchter zijn, Bert. Ik bedoel, 1 uur in de 14 dagen, daar kun jij bij de loco en ik bij mijn bedrijf ook niks voor doen. Nee. Dus dan mogen we echt iets anders. Als daar de reistijd ook nog vanaf gaat, dan ben je helemaal niet meer binnen. Ja, dus dat werkt helemaal niet. Nee. Dus, maar treedt de BKO ook in overleg met de gemeente om over bepaalde punten nog te spreken? Zeker, we hebben een regulier 2 keer per jaar overleg met het college van BHW. En we hebben op dit moment een voorstel liggen om de 2e keer het niet meer alleen als BKO te doen, maar ook samen met de ondernemersvereniging Wezep en de ondernemersvereniging Oldebroek te combineren. En persoonlijk sta ik daar wel positief tegenover. Dan kun je ook een aantal onderwerpen met z'n drieën benaderen. Ja, dat maakt de groep wel groter dus. Ja, maar goed, dat doe je dan vanuit het bestuur. En dan gaan wij ook niet met alle bestuursleden daar natuurlijk naartoe. Dan ga je elk bestuur misschien met 2, 3 leden. Dan heb je nog een overzichtelijk aantal. In het begin zei u van... Wellicht dat het nog een vervolg zou kunnen krijgen op een of andere manier. Gaan de raders al in het hoofd werken? Nou, ik zou persoonlijk het heel plezierig vinden om hier een traditie om de 4 jaar van te maken. Dat we als BKO dat gewoon aan ons toe trekken. En zeggen, jongens, vlak voor, en misschien moeten we de volgende keer nog iets dichter op die gemeenteraadsverkiezingen zitten. Je zit er nu gevoelsmatig nog wel een eindje vanaf, maart en nu november. Dus misschien moeten we de volgende keer toch nog iets dichter op die verkiezingsdatum gaan zitten. Ik zou het persoonlijk toejuichen, maar goed, ik moet het eerst nog wel even in het bestuur bespreken. Ja, uiteraard. Maar goed, het vervolg zit er wel aan te komen. Nou, van mij, wat ik zo gehoord heb, is iedereen positief over. Het kost natuurlijk wel wat. We hebben ook de organisatie gedaan en wat stemkastjes. Maar goed, we hebben ook een budget en ik denk dat dat wel goed komt. Ja. Maar tussentijds dan? Om eens een keer met politiek te gaan praten. Want netwerken is ook heel erg belangrijk. Ja, nou, voor de jaarlijkse bedrijvendag van BKO nodigen wij de politieke partijen altijd al uit. Dat mijn voorgangers ook al jaren gedaan. Ook Henk Masling, Weile Henk Masling deed dat al, kan ik me herinneren. Frans Koopman. Dus die traditie hebben we als BKO wel, bij de bedrijvendag. Dit jaar hebben we excursie gedaan naar de Flevopolder, naar de bedrijven van Werf en Jan Bakker. En daar nodigen wij de politiek, dus ook de politieke partijen altijd al vooruit. Ja. Alleen de opkomst is wel wat wisselend. Maar dat laatste was overdag, dus dan moeten die heren ook werken natuurlijk. Ja, dat is ook zo. Misschien moeten we daar toch nog eens een keer kijken. Misschien moeten we daar ook een vaste avond van maken. Dat zou maar zo kunnen. Goed, ik wil u bedanken. Ik zou zeggen, ga nog even lekker netwerken. En dan spreken we elkaar vast nog wel een keer een andere keer. Graag gedaan. En leuk dat de loco er ook was. Fijn, dankjewel. Hoi. Bij mij staat Adi Kalf, ondernemer in Wezep, moet ik zeggen.
Je bent op de bedrijvenkring Oldebroek geweest deze avond bij een politiek debat. Wat vond je ervan? Ja, goed. Er zijn dingen besproken die we zeker belangrijk vinden dat ze besproken worden. Het is niet zo om er heel diep op in te gaan op deze momenten, maar het is natuurlijk heel leuk dat wij hopelijk als ondernemers kunnen kijken of de politieke partijen inspelen of nog kunnen inspelen op hetgeen wat wij vanavond aangegeven hebben als ondernemers. Ja. Stond je misschien af en toe ook met gekromde tenen over bepaalde stellingen die je zag? Ja, weet je wat het is? Als een ander iets opschrijft, dan schrijft hij er altijd net iets anders op als dat je je eigen bewoordingen zou doen. Met name die stelling over die op- en afrit over de Zuiderzeestraatweg, die zou ik persoonlijk anders geformuleerd hebben. Maar ik moet eerlijk zijn, ik heb de kans gehad om me daarmee te bemoeien. Alleen het kwam op dat moment niet uit om daarbij aan te zitten toen die standpunten opgeschreven zijn. Maar goed, de reacties die je hoorde van de politieke partijen, stemde je dat tot tevredenheid? Wel tot tevredenheid, alleen het vreemde openbaart zich dan een beetje dat ze helemaal niet ver uit elkaar liggen steeds. Ik vond dat met name alleen de stelling dat in één keer Elburg daarbij moest bij onze H2O-gemeente, ja, dat bevreemd mij ten zeerste. Maar voor de rest vond ik dat ze met name toch wel heel, zoals ze zegt, kort bij elkaar zitten qua insteek. Zou je dan, als ik zou vragen, een keuze kunnen maken uit de politieke partij die hier aan tafel zat, die het dichtst bij je staat? Zonder dat je de naam meteen hoeft te noemen. Maar heb je een keuze kunnen maken eventueel voor vanavond? Ja, ik heb toch twee partijen die mijn voorkeur genieten. Maar dat komt ook historisch gezien. Maar stem je dan uit historie of stem je vanuit hetgeen wat je dan hoorde? Nee. Kijk, ik kom natuurlijk echt uit een ondernemersgezin Peursang. Mijn opa is hier voor de oorlog naartoe gekomen. En mijn ouders, mijn ooms, mijn tantes hier in het dorp zijn allemaal ondernemers. Dus dan bekijk je dingen toch op een andere manier. Dat je eerst wat verdienen moet voordat je geld uit kunt geven. En dat is bij andere politieke partijen wel eens andersom. Ja, maar goed. Als ik nou nog zeg, vraag, kon je een keuze maken? Dan zeg je ja? Ja, kan ik een keuze maken. Ja. En wijkt die af van de historie? Nee, eigenlijk niet. Je bent een traditioneel man? Nou, zeker niet traditioneel. Ik sta open voor veranderingen. Ik vind de politieke partijen zoals ze er nu in staan, zijn minder starrig in hun opvatting en overtuiging als dat ze voorheen waren. Maar er zijn ook met name CU en SGP, die hebben heel goed in de gaten dat het laatste jaar hier gewoon niet goed is gegaan. Een jaar of 10 geleden was Oldebroek een van de rijkste gemeentes van de provincie Gelderland. Ja, sorry jongens, maar dat is wel voorbij. We hebben aardig wat geld uitgegeven 2 jaar. Ik hoop natuurlijk, als je met de burgemeester praat, die kan het toch heel goed verwoorden dat hij kan verdedigen dat het er nu in de organisatie gestopt is. En dat uiteindelijk dat terugkomt naar de burger. Maar dat moet nog wel gebeuren. Heb je vertrouwen in deze college en in de toekomst voor de gemeente Oldebroek? Zoals ik nu zie dat ze veranderen van standpunten een beetje en toch wat aan elkaar toe draaien, geloof ik dat we de goede kant op gaan. Heeft dat te maken omdat er een vreemde eend in de bijt is bijgekomen, de ABO? Ik ben blij dat ABO er is. Ik ga niet mee met al hun standpunten. Hoeft ook niet, maar het is gewoon even een vraag die me te binnen schiet hoor. Nee, ik vind dat ze op een goede manier, op een correcte manier de boel opengebroken hebben. Ik vind ook dat ze heel correct een tijdje aan de zijlijn zijn blijven staan. Waar ze eigenlijk een beetje verweten werd van ja, jullie nemen je verantwoording niet. Nee, je kunt niet daar in één keer instappen en met de botte bijl doorheen hakken. En dan komt daar op alle fronten ruzie van. Ik denk dat ze het heel goed opgepakt hebben. Dus al met al kun je zeggen van je bent blij dat er dus wat roering is in de politiek. Dat het dus weer wat wakker geschud is, dat het bed eens even opgeschud wordt. Zodat ze weer eens even helder en fris de wereld in kijken. Nou, ik denk dat je dat heel goed verwoord hebt. Goed, ik wil je bedanken. Ik wens je heel veel succes bij het ondernemerschap. En ik wens je nog een hele fijne avond. Nou, bedankt.